spelletje? Nee, eerst eten, dat hij wel honger heeft. Nou, hij heeft helemaal geen honger. Oké, okay, dus een spelletje. Ja, dat is leuk. Wil ik een ander spelletje hebben? Nee, denk ik niet. Oké, okay, kom maar hè. Hij kan het wel zonder briefje nu. Eerst moest je briefje erbij. Nice. Hij leert. Ik heb niet opgelet. Ah, die. Die. Nog een keer. Hij gaat dood, man. We moeten hem straffen. Hij heeft wel weer honger. Ja, hij is altijd honger. Ik ben echt honger van hem. Ja. Even eten. Ja. Waarom wordt hij minder blij van hem? Oh, langer. Moet ik blijven? Ja. Anders wel heel snel. Gaat hij nou eten vangen? Mm-hmm. Komt ie. Lekker. Ja. Oh. Sorry, maar. Pak je bezem en zo meteen komt hij. Ja, dan moet je gaan. Oh, pak je bezem. Sla gewoon neer. Kom op. Met je beetje pijn naar boven met je bezem. Ja. Ja. Komt ie. Ah nee. Niet meer. Ze moet echt zijn kamer opruimen. Hoe doe je dat? Zo had je daar. Ja. Oh. Ik zit nog in de auto. Het gaat niet zo goed met hem. Kijk nou. Zijn wij verantwoordelijk als hij doodgaat? Niet. Ik kan gewoon resetten toch? Dat is best wel zielig. You're dying. Hij is echt bijna dood. Ja. Scheelt niks. Ik vind het zielig. Geef hem eten. Nee, dat doet niet. Hij kan wel zitten. Laat hem dansen. Nou, we kunnen hem gewoon nog een keer laten. Oh, daar gaat hij. Met een dansje eruit. Ja, hij is dood. Ah, nee. Oh, hij is net dood. Hij gaat altijd met muziek. Hij wel een week. Plezier. We moeten dit leren, dit is leuk. Hoe kan je dit leren? Gewoon daar te zetten, toch? Hij valt af. Zie je dat? Hij valt af voor de dansen, zie je dat? Til je nou zijn bak? Kijk, ik laat hem iets blijs doen. Hij is vet vergeten. Hij is bijna dood.